gelukkig toch nog een kansel. Ja. Ach ja. Lieve mensen, ik ben gewoon Hans, hè. En ik hoop jullie een beetje op reis mee te nemen vanmorgen. Of je nou jong bent en soms een beetje onverschillig in al die diensten. Of je bent gepassioneerd en vurig en wat ouder. Jullie hebben allemaal de zalving van de Heilige Geest ontvangen. De volheid van Jezus woont in jullie. Net zoals die in mij woont. En als je jezelf een beetje kent, dan kun je je dat niet voorstellen. Dat die grote scheppende God, die zoveel dingen kan, onmogelijke dingen ook, dat die in jouw lichaam woont. Ik vind dat nog steeds iets wat ik ook gewoon niet kan begrijpen met mijn verstand. Maar elke keer weer zie ik dingen gebeuren. Ik heb een half uurtje en dan mag er nog iets van bediening zijn, maar ik wil natuurlijk niet dat u de taxi mist en zo. Dus als het een rommeltje wordt aan het eind, dat hoort bij mij. Maar ik probeer u nog wel een zegen, al dan niet protestants, mee te geven. Maar weet u, kijk, in China, daar preken ze wel 8 uur achter elkaar. Daar hebben ze wel wat meer dan een half uur. En 's morgens komen de mensen tot geloof. Die gaan vervolgens anderen halen en 's avonds gaan degenen die opgehaald zijn ook door de knieën. In dat tempo gaat het. En er was een Chinese voorganger, die had al een poosje een kerk op verdieping 28 van, nou ja, misschien net als bij jullie, de torenflats. En daar kwamen ze dan samen, want in China is het niet overal makkelijk om te geloven. En hij had zich afgevraagd, hoe kan ik die mensen nou uit hun luie stoel krijgen? Hoe kan ik nou die kerkbank een beetje onder stroom zetten? Dat is wat ik normaal doe, dat vind ik leuk. En dat is, nee, maar dat is mijn werk, hè, daar ben ik voor gevraagd. En hij dacht bij zichzelf, ja, ik heb een idee. En hij was eigenlijk aan het begin van zijn preek, zoals ik nu. En hij zei tegen de gemeente, jullie mogen in 3 minuten aan elkaar vertellen wat Jezus voor je heeft gedaan. Nou, dat vonden die mensen best aardig, dus dat begon en iedereen begon te kwekken tegen elkaar. En al gauw was het een geluid alsof je op een verjaardag zat. Toen klapte die in zijn handen en zei, zo, zei hij, de dienst is afgelopen. We gaan dit ook oefenen. Je kunt nu naar buiten, kan je bij de tramhal tegelijk beginnen. In een PKN-kerk heb ik dat nou nog nooit echt durven doorzetten, maar hier heb ik echt kriebels om het wel te doen. En te zeggen van, ga nou maar naar buiten en laat je mond het getuigenis maar delen of vraag een indruk, wie is die man, wie is die vrouw die naast me staat? Dan gaat God ook spreken. Ik dacht vroeger altijd, hè, ik heb jarenlang ook jeugd- en jongerenministries gedaan. En misschien wel duizenden jongeren ook bij Jezus gebracht. Maar toch, ik dacht vroeger altijd van, de schapen kennen zijn stem. En zij volgen hem, dat is een beeld. Een metafoor, een vergelijking. Daar moet ik het mee doen. En zo vertelde ik het eigenlijk ook altijd, dat verhaal. Ooit begon ik als onderwijzer op een basisschool hier in Rotterdam, want ik kom uit Vlaardingen. En toen vertelde ik dat verhaal alsof het om een beeld ging. We zijn een kudde schapen en dan heb je daar een voorganger, dat is dan Jezus. Maar het is letterlijk zo. Maar daar kwam ik pas achter in Engeland in 2012, denk ik. Toen was ik op een conferentie in Liverpool en toen was er een profeet. Ik had nog nooit een profeet van dichtbij gezien. Ik dacht dan aan een kamelenharen mantel en dat soort gedoe. Wist ik veel. En ja, ik kan niet alles weten. Maar die profeet, die wilde ik ook wel benaderen. En ja, zo gaat het bij mij nu ook vaak. Dus ik stond lang te wachten voor ik aan de beurt was, want ik wilde wel eens een keer iets ontvangen. En ik had nog nooit een persoonlijk woord van God ontvangen. En hij stond voor me en hij zei, Hans, ja, zegt hij. Hij zuchtte diep, deed even zijn ogen dicht en ik dacht, nu gaat het gebeuren. Vervolgens priemde hij zijn vinger in mijn borst en zei, listen to Jesus and do what he says. Dat was alles. Dat was alles waarvoor ik naar Liverpool was gevlogen. Nou, I am flying as I am dying. Dat kost me echt wat. Dan heb ik mijn theologie al 3 keer overboord gegooid boven de Noordzee. Weet je, dat is voor mij echt een opgave. Dus ik was heel erg teleurgesteld. Luister naar Jezus, doe wat hij zegt, dat zei mijn zonderschooljuf ook al. En toch was het zo waar. Want een week later kwam ik, Amsterdam, had ook hier kunnen zijn. Kwam ik bij de La Place, daar kun je een gebakje halen. Er staan vaak heel veel ouderen achter je die ook een gebakje willen. En dan sta je daar bij zo'n mevrouw en ik zeg tegen die mevrouw, 5 koppen cappuccino voor al mijn vrienden die aan een tafeltje zaten. En op dat moment zegt ze tegen mij, gelooft u in God? Ik had geen kruis of zo. Ja, wat moet je dan zeggen? Ik zeg, ja, heel erg. Ja, moet je toch zeggen als voorganger dat je heel erg gelooft of zo. Dus dan zei ik,
En op dat moment begon de Heilige Geest voor het eerst zo nadrukkelijk te spreken dat ik er niet omheen kon. Sommigen horen een hoorbare stem, dat was bij mij niet, maar het klonk wel zo. En het kwam uit mijn buik. Dat was voor mij heel goed, want ik controleer mezelf graag met mijn verstand en dan komt er niet altijd zoveel uit. Het kwam hier vandaan, waar de ziel zetelt in het Oude Testament. De ingangen en uitgangen des levens zijn. Daar kwam het vandaan. En die stem die zei, zegen haar, leg haar de handen op in mijn naam en doe het vooral nu. Nou, er was niks tot in mijn tenen toe te vinden wat daar zin in had, bij Laplace. Maar ik berekende de kosten, en dat is ook een werk van de Heilige Geest. Ik dacht bij mezelf, stel je voor dat ik straks weer terug ga naar huis met mijn vrienden, en ik heb de stem van Jezus voor het eerst zo nadrukkelijk gehoord, en ik heb niet gedaan wat hij zei. Hoe zou ik me dan voelen? Nou, ik zal er geen lelijk woord voor gebruiken, maar niet goed. Dus ik besloot om het te doen, maar met heel veel angst, want zoiets had ik nog nooit gedaan in het openbaar. En ik zei tegen die serveerster, ik zei van, joh, ik heb een beetje een vreemde vraag. Mag ik jou zegenen? Mag ik mijn handen op je hoofd leggen? Ik had nog nooit ergens mijn handen opgelegd en al helemaal niet op een serveerster. En mag ik je zegenen in Jezus' naam en mag ik het nu doen? Nou, zegt ze, als u dat wilt doen, graag. Toen werd ik pas echt bang. En ik ging dus met mijn handen eigenlijk trillend over de toonbank heen, legde die op haar hoofd zo, zoals ik het had gehoord en gelezen. En ik had wel eens een foto gezien van een evangelist die dat deed, want ik had echt nog nooit eerder handoplegging gedaan. En ik begon haar te zegenen in Jezus' naam. En deze vrouw begon te huilen en te lachen tegelijk en ze trilde en ze deed van alles. Ze manifesteerde, zou je kunnen zeggen. En instinctief dacht Hans, hè, dit moet dan de Heilige Geest wel zijn. Want ik had het nog nooit van dichtbij gezien. En op dat moment kwam zij in een seconde of 10 tot geloof in Jezus. En dat kan in mijn verstand helemaal niet. Want ik heb daar allemaal missionaire modellen voor en die duren maanden, zo geen jaren. Maar ik zag de kracht van God een vrouw in één keer omkeren terwijl ze Jezus amper of niet kende. Want een kwartier daarna heb ik met haar gesproken en ik zei tegen haar, joh, heb je heel veel naar de EO gekeken of zo? Nee, zegt ze, kijk nooit naar de EO, kijk altijd naar Hart voor Nederland van de SBS 6. Ik zeg, heb je dan, ben je christelijk gepaplepeld, net als ik, gewoon gedoopt als kind en opgegroeid in een gemeente of zo? Nee, zegt ze, ik kom nooit in de kerk. Ik zeg, je moeder ook niet. Nee, ik ben één keer aan de Kalverstraat in een katholieke kapel geweest, heb ik een kaarsje gebrand voor mijn overleden papa, maar dat was alles. Maar ik geloof ook in Jezus en ik wil wel graag dat je er iets meer over vertelt. Wie is hij? En ik mocht haar tot Jezus leiden en ik kon haar overgeven aan een medewerker van Tot Heil des Volks, die haar verder heeft begeleid. Toen wist ik wat God kon doen in een moment. Dat gebeurde hier op de Nieuwe Binnenweg ook weer. Dat was eigenlijk nog geen jaar later dat ik daar een keer liep. Dat was vroeger een weg waar veel politiebusjes reden, misschien nu niet meer, weet ik eigenlijk niet. Het is volgens mij best opgeknapt daar. Maar er stond een man en die hing tegen een paal en was hij nog onder invloed van alcohol. En je zag gewoon dat hij het niet goed had. Jullie komen die mensen elke dag tegen en misschien zit je hier wel als zo'n persoon. En ik wilde er gewoon voorbij lopen, weet je wel, net als die leviet in die gelijkenis. Ik dacht van ja, ik moet naar een vergadering van de kerk. Hè? Ik heb met andere voorgangers afgesproken, dat is allemaal heel belangrijk. We gaan weer een groot project doen in Rotterdam. Misschien gaan we Ahoy zelfs wel afhuren. Maar op dat moment voelde ik me vreselijk misselijk worden. En ik dacht gelijk aan buikgriep. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, ach jongens, ik ga toch niet ziek worden? Maar ik had net die zondag gepreekt over die tekst, die ken je natuurlijk ook wel, waar staat, en Jezus was vol innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat zij waren als schapen zonder herder. Dus Jezus, daar staat er eigenlijk in het Grieks, zijn ingewanden draaiden om. Hij werd misselijk, alsof hij bij wijze van spreken een ongeluk meemaakte. En dan kun je ook misselijk worden, hè? Of een slecht nieuwsbericht krijgen thuis. Zo misselijk werd hij en hij zag gewoon hartstikke leuke jongeren die lekker ruiken en die ervoor gaan. En hij zag misschien ook wel moeders zuchten met twee kinderen op de fiets en één er nog naast. En al die dingen meer. En hij zag fariseërs, de dominees. En hij zijn ingewanden keerden zich om. En ik wist in één keer, Heer, dat is het signaal. Want u geeft blijkbaar lichamelijke woorden van kennis ook. Ik heb het niet vaak, maar soms wel. Dan voel je een pijntje, of in dit geval word je misselijk. Ik moet naar die man toe. Dus ik ging naar hem toe, probeerde hem snel lief te hebben. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Snel lief hebben moet je echt leren. Dan hoef je hem geen kusje te geven. Maar je moet gewoon de intentie hebben om die man te zegenen en gewoon tijd voor hem te maken.
En dat had ik wel. Die liefde voelde ik wel opkomen, want die wordt ook gegeven. En ik zei, joh, gaat wel goed met je? Nou, zegt hij, gaat helemaal niet goed met me. En toen vertelde hij al heel snel zijn levensverhaal. Hij was letterlijk aan lager wal geraakt. Hij was een zeeman geweest. Maar zijn vrouw had hem verlaten. Dat had hij niet kunnen verwerken. Was naar de fles gegaan. Had de fles gegrepen. En ja, het was gewoon ontspoord. En hij was ook op straat terechtgekomen. Ik zeg, heb je misschien nog wat geprobeerd er wat aan te doen? Misschien wat therapie, anonieme alcoholist of zo? Hij zei, nou, zegt hij, ik heb het boeddhisme geprobeerd. Achtvoudige pad. En toen begon hij dat helemaal uit te leggen aan mij. Toen kreeg ik 2 minuten les in wereldgodsdiensten. En toen zei ik van, heb je nog wat anders geprobeerd dan? Ja, zegt hij, het hindoeïsme heb ik ook gedaan. Nou, dat is helemaal eindeloos, want de goden van het hindoeïsme, dat zijn er oneindig veel. En hij begon de belangrijkste aan mij uit te leggen. Maar na 6 minuten word ik dan zo ongeduldig. En ik dacht van, ja, hoe ga ik dit doen? En toen zei ik tegen hem, heb je Jezus al geprobeerd? Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Ik zei, gaan we nu doen. En ik dacht aan die vrouw in dat restaurant, ik denk, ik leg mijn handen er gewoon weer op. En ik heb ook nog maar 1 beleidsplan, dat is heel Nederland de handen opleggen. Ja, dat is in 1 regel gevat, dat is allemaal niet zo ingewikkeld meer. En ik zeg tegen hem, joh, ik ga even voor je bidden. En ik leg even mijn handen op je hoofd, want dan staat in de Bijbel hè, dat we dat doen. En dan komt de kracht van God. En dan zul je die zelf ervaren. Hij was er eigenlijk ook wel benieuwd naar, hij ging staan en ik begon te bidden. En ik heb denk ik 1 minuut of 5, 6 gebeden, dat is een eeuwigheid op straat. Want al die mensen lopen voorbij en je denkt toch stiekem van, ze zullen wel denken, dan sta ik daar ook. Ik heb het niet eens luidkeels gedaan zoals sommige broeders van jullie dat hier dan doen. Hè? Die gaan helemaal voluit. Ik heb heel rustig staan bidden en na 6 minuten gebeurde het. Het leek wel alsof er 200 kilo van zijn schouders viel. En hij begon te juichen op straat en hij begon gelijk in nieuwe tongen te spreken. Die had ik trouwens zelf ook nog nooit gehoord. En hij kwam in 1 ogenblik eigenlijk tot geloof en het kostte me een hele middag een vis vangen is 1 ding, dat zei Reinhard Bonke al, een vis vangen is 1 ding, maar een aquarium vinden waar hij dan in kan rondzwemmen, dat is vers 2. Dus het kostte me dus een middag om een kerk te vinden die hem op wou nemen, want ja, die man die had wel wat begeleiding nodig. Maar God deed wonderen in zijn leven, ook ten aanzien van de alcohol, in een relatief korte tijd. En dat is dus de kracht van de Heilige Geest, die ik dus niet kende en die God mij gewoon liet zien. En het essentiële ervan was dat je leerde luisteren naar de stem. Als je de stem verstaat, dus als je af en toe stil bent en je gaat even zitten en je zet je mobieltje uit en je radio en je sluit even de deur, dan kan je die stem leren verstaan. En dan ga je hem ook in het rumoer van elke dag verstaan, bij de bushalte of in de winkel. En dat is eigenlijk wat ik jullie wil meegeven vandaag. En ik pak even een Bijbelgedeelte, want het staat er allemaal al in Matthäus 9 en 10. Daar worden 12 en 72 jonge mensen, die waren een jaar of 18 of zo, misschien ben je zelf van die leeftijd. Dat waren geen ouderen, dat waren jonge mensen. Hoe zou je het vinden als ze nu binnenkwamen wandelen, 2 gasten van 18, en die zouden roepen, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En alleen al als ze voorbij lopen, word je genezen. Cool. Dat is de werkelijkheid, hè? Waarin wij leven en waarin wij mogen bewegen. En dan zie je dat Jezus al die steden langs trekt en die dorpen gaat hij onderwijs geven. Hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk en er staat dat hij iedere ziekte, iedere kwaal genas. En toen hij dus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hem, werd hij met innerlijke ontferming over hem bewogen, omdat ze er hulpeloos en uitgeput uitzagen als schapen zonder herder. En hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is hartstikke groot. Er is geen kleine oogst, de oogst is groot, maar er zijn zo weinig arbeiders. Vraag dus God, de eigenaar van de oogst, of die arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En als er staat, vraag God om arbeiders, dan staat er gewoon, bid om medewerkers. Ja, dus ook als je een bedrijf hebt, bid om medewerkers. En het geheim is eigenlijk, Jezus wist, dat als die mensen zouden gaan bidden voor medewerkers, dat ze zelf dan een medewerker zouden worden. Dus de belangrijkste opdracht, ook naar de zomer van 2020, als je dat tenminste mooi vindt, de callback, is eigenlijk gaan bidden om medewerkers. En dan zul je zelf ingeschakeld worden. Dat is heel interessant. Daarom zegt Jezus dat daar. En dan stuurt hij er 12 en hij geeft ze macht om onreine geesten, dat zijn gewoon duivels, uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, er worden de namen genoemd. En dan krijgen ze de volgende instructies.
Ik heb heel wat dogmatiek en systematische theologie opgegeten en gelezen en zo. Maar bij Jezus lijkt het allemaal veel eenvoudiger. Ik heb ook vaak te maken met mooie mensen overigens. En prachtig dat er theologie is, ik hou er ook van. Met intellectuelen. Maar soms drijven ze een beetje door. En dan zeg ik, Jezus was veel te slim om een intellectueel te zijn. Ja, dat moet je kunnen begrijpen. Ja, maar goed. En Jezus geeft gewoon heel eenvoudige instructies. Hij zegt, we gaan nu nog even niet de weg van de Samaritaan, want dat komt hierna, dat is natuurlijk 72. Dat is het symbolische getal voor alle volken en 12 natuurlijk voor de 12 stammen van Israël. En hij zegt, en verkondig dan, het koninkrijk van de hemel is nabij, genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan lepra lijden rein en drijf de demonen eruit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Nou, sommige mensen vragen mij wel naar de wil van God voor hun leven. En ze denken van, misschien heeft hij een woord, een profetisch inzicht, een woord van wijsheid of zo. En ik vind het ook heel begrijpelijk als je jong bent, dat je op zoek bent naar richting. Maar af en toe denk ik ook van, ja joh, zo moeilijk is dat toch niet? En dan zeg ik, ja dat staat in, soms doe ik even mijn ogen dicht, een beetje plagerig. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dus. En dan zeg ik, oh ja, ik weet het. Wow, denken ze dan, wat zou er nu komen dan? En dan zeg ik, Matteüs 10 vers 8. Nou, ze zijn natuurlijk allemaal heel bijbelvast, maar de werkelijkheid is dat ze hun bijbel niet zoveel lezen. Dus ze moeten dan echt gaan zoeken. Ik zeg, zoek het maar op. Ik zeg, lees het maar aan me voor. En dan lezen ze voor. Het koninkrijk van de hemel is nabij, geneest de zieken, wekt de doden op, maakt mensen die aan lepra lijden rein en drijft de demonen eruit. En dan kijken ze me toch beteuterd. Ik? Moet ik dat gaan doen? Kan ik niet beter tienerwerk oppakken of zo? Of de Alpha-cursus of de voedselbank dan? Ik zeg, doe dat, hartstikke goed. En dan, genees de zieken, wek de doden op, maak de lepra lijden rein en drijf de demonen eruit. Om niet heb je te ontvangen, om niet mag je te geven. Binnen mijn achtergrond roept dit echt paniek op. Binnen die van jullie misschien niet, maar sommigen zie ik ook nog twijfelen. Hadden jullie daarvoor hem nou ingehuurd? Hè? Ja, maar dat staat er. Dus daarmee gaan die discipelen op weg. Wat gaan ze dus brengen? Drie dingen. Geloof, genezing en bevrijding. En reken maar dat er veel mensen in jouw omgeving zijn die bevrijding nodig hebben. Ik zie op mijn gewone televisie, in de brave dorp Putten waar ik woon, op de Veluwe, met allemaal zwijntjes achter mijn tuin. Ja, ik zal even proberen het beeld te scheppen. Dat is even wat anders dan hier, hè. En daar zie ik op mijn televisie 5 mensen die astrologie bedrijven en die allerlei waarzeggingen doen en voorspellingen. Denk je dat dat allemaal neutraal en onschuldig is of zo? Daar zitten jullie buurkinderen ook naar te kijken. En misschien nog wel erger dan dat. Weet je, dus er is heel veel bevrijding nodig, maar er is ook heel veel genezing nodig, want heel veel mensen hebben ziekte en kwalen. Ik zal jullie niet de vinger op laten steken, maar we gaan er zo zeker voor bidden. Maar wie van ons heeft geen ziekte of kwaal onder de leden, hè? Denk je soms wel eens als je ziet hoeveel het er zijn. En het is de prachtigste demonstratie van Gods koninkrijk als je ziet dat mensen onmiddellijk of gaandeweg genezen. En ik vond dat zelf prachtig om daar dan deel van te worden, van die bediening van Jezus. En hij zegt ook, neem in je portemonnee geen gouden, zilver of koperen munten mee. Schaf je voor onderweg ook maar geen tas aan, geen extra kleren, geen schoenen, geen stok. Want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. Dat hoor ik heel vaak als de loodgieter dan met mij over de rekening praat. Hij zegt, ja, een arbeider is zijn loon waard, zegt hij dan. En hij heeft natuurlijk gelijk, dus ik betaal hem ook wel. Maar het punt is natuurlijk dat het gaat over de dingen die je in God doet. Ja, daarin voorziet God. Dus als je naar Bonaire gaat, zoals die prachtige mensen net, en je gaat met de Heilige Geest en je bent van plan om daar ook mensen tot geloof te brengen, dan zul je worden voorzien in alles wat je nodig hebt. Het is niet alleen in geloof, niet alleen in gaven, niet alleen in gunst, maar misschien ook wel in materiële voorziening als dat nodig is. Want God is goed en bij hem is overvloed. Dat heb ik geleerd. En dan staat er, in elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Vond ik altijd zo flauw van Jezus. Ik denk van, hallo, iedereen is het toch waard? Maar je moet wel een beetje slim wezen. Er zijn mensen die hebben gewoon, dat is het paar los voor de zwijnen gooien. Er zijn mensen die willen gewoon de vrede van God helemaal niet ontvangen. Die bestaan echt. Maar er zijn ook mensen die, als je even doorprikt, een veel dieper verlangen hebben naar God dan je ooit had kunnen weten.
En daar kom je alleen maar achter als je het aan hem vraagt. En dan gaat hij het tegen je zeggen. Dus we gaan straks ook die capaciteit vergroten en vragen of God het activeert als je die stem niet goed hoort. Want dat is zo essentieel. Als ik gewoon de praxis binnenstap om mijn spulletjes, mijn doe-het-zelf spulletjes te halen, dan ga ik je naar binnen en dan zeg ik, Heer, ik ben beschikbaar. Wie gaat u vandaag redden in deze praxis? Ik vind dat echt lollig. Ja, weet je, het koninkrijk van God is niet alleen in de kerk, maar het is overal. Dus als je dan die praxis binnenloopt, dan ben ik gewoon aan het kijken, wie is het waard om mij te ontvangen? Wie is het waard om u te ontvangen in mij? En dan op een gegeven moment is het zover. En God leidt dat. Dus een paar weken geleden maakte ik dat ook mee. Ik had allemaal mijn loodgieterspulletjes gehaald. Want ja, sommigen denken dat voorgangers dat niet kunnen. Maar ik kan prima mijn eigen cv aanleggen. En ik was daar. Ja, nee, dat is flauw, hè. Maar goed, er zijn mensen die het beter kunnen, maar ik kom er ook wel uit. En ik had mijn spulletjes en ik zag dus op een gegeven moment de kassa. Dus ik liep die kant op. En vlak voordat ik daar was, op een meter of vijf, zag ik een vrouw en die keek heel duister naar me. En ik schrok ervan. Want ik keek even zo op en ik schrok ervan en ik keek gelijk in die ogen. En die vrouw was een jaar of 60 en zag er een beetje elitair uit, mooie kleren. Er stond ook een grote auto voor de deur. En ik wist gelijk, oh, die heeft een probleem en Jezus houdt van problemen en ik ga er nu heen. En dat doe ik echt wel met schroom. Het is niet zo dat ik niks in mezelf hoef te overwinnen. Dus als u nou denkt, hier staat Robbie Dawkins of Todd White, nee. Maar ik probeer wel gewoon dat gebod van Jezus, genees de zieken, verkondig het koninkrijk, hè, dat soort dingen probeer ik te doen. En ik zeg tegen die vrouw, joh, dat gaat toch niet goed met dat been, want dat hing helemaal in plastic, dat hadden ze in het ziekenhuis allemaal prachtig gemaakt, het was echt een werkstuk geworden. Maar ze moest er nog lang mee lopen en gips had ze al gehad en ze zei, ja, ik heb mijn enkel op 3 plekken verbrijzeld en de dokter zegt dat ik er nooit meer op kan lopen. Het is te gecompliceerd om goed te genezen, zeker op mijn leeftijd. Ik zei, nou, ik zeg, dat is dan vervelend voor u, maar ik ken ook iemand die dat wel kan genezen. Op dat moment zei ze, weet u moet nodig naar de kassa, want er staat nu niemand. En ik was zo gek om ook nog mijn spullen op de kassaband te leggen en even te luisteren. En ik dacht, nee, dat kan toch niet waar zijn? En gelijk sloten zich ook weer mensen aan. Ik laat mijn kans nu gaan, ik moet weer terug. Dus ik bad, Heer, geef me een herkansing. En op dat moment liep de kassa vast. Dat was echt fijn. Er werden allerlei medewerkers bijgehaald, dus ik had alle tijd om weer terug te gaan. Ik zei, ja, ik was nog niet klaar. Ik zeg, ik bid heel vaak voor zieken. En ik zie zo vaak genezing. Zou u het goed vinden als ik voor uw been bid? Want Jezus kan dat been genezen. Zegt, nou, van Jezus ben ik helemaal nog heel ver weg. Dat concept, dat begrijp ik toch niet. Ik zei, nee, maar ik begrijp het heel goed. En ik wil het graag doen. Vindt u het goed? Nou, het was goed. Dus ik heb gewoon een paar regels gebeden, heel eenvoudig, voor dat been. En ik heb het maar een keer gedaan met autoriteit, weet je. Niet al te bedeesd, gewoon gezegd van, Heer, u geneest dit been. Omdat dit een geliefde dochter is die u gaat redden. En dat been, dat genas niet op het moment dat ik bad. Dus ik ging weer terug naar de kassa. Ik dacht, voel je toch een beetje, zeg maar, ja, niet gelukt vandaag. Dat wordt geen getuigenis bij kom en zie dit. Alhoewel, dat kan ook een getuigenis zijn, dat je het gewoon doet en probeert en dat het dan niet lukt. Maar uiteindelijk, zeg maar, was ik nog niet buiten. Ik was nog niet aan het eind, zeg maar, van de winkel. Of ik hoorde luid gegil. Ik dacht, dit is goed. En ze riep dat haar been zo ontzettend heet werd dat dat ding af moest. Want dat is allemaal plastic en als het been heel warm wordt, dan denk je, ja, dan moet ik dat ding afdoen. Dus haar man sjorde aan dat apparaat, zeg maar. Nou, dat is er uiteindelijk ook afgekomen. En een kwartier later huppelde ze door de praxis heen. Jezus. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het het niet waard is, laat die vrede dan weer naar je terugkeren. Wat is dat? Wat is het internationale symbool van vrede? De duif. Jij hebt een duif op je schouder. Een duif. Dit is de duif. En als je een duif op je schouder hebt, dan rust de Heilige Geest op je. De Geest des Heren rust op jou. Want Hij heeft jou gezalfd. En je weet waarvoor. Anders zoek je het op in Jesaja 61. En als je die duif op je hebt zitten, dan heb je natuurlijk wel een teder, een beetje schrikachtig dier. Het is geen papegaaien. Zo brutaal is die niet.
Dus je moet een klein beetje bewust door het leven gaan om je bewust te zijn van de aanwezigheid van de Heilige God, van de Heilige Geest. En als die duivel op je schouder is en je bent je daar bewust van, dan ben je in elke situatie dus niet alleen. Want hij zit als de jaloerse God, vroeger las ik in de Statenvertaling, oud ding van 16 zoveel, las ik dat hij een naijverig God is. En dat betekent hij is jaloers. Hij houdt zoveel van jouw buurman en van jouw collega en van jouw familie die nog niet gelooft, dat hij klaar zit om weg te vliegen van jouw schouder af en een landingsplek te vinden in het hart van de ander. Eigenlijk zit er in dat tekstgedeelte, waarin het gaat over de duif die op de Heer Jezus rust, bij de doop in de Jordaan, een verwijzing naar Noach. Jullie kennen het verhaal van Noach en de ark, denk ik. En dan op een gegeven moment, dan doet hij het luikje van de ark open. En dan staat er dat hij een duif van bij zich weghaalt. Dus misschien wel van zijn schouder of misschien wel in zijn binnenzaak. Dus die heel dicht bij hem was. Dat is het beeld. En dan laat hij die duif uit en de eerste keer komt hij terug, want hij heeft geen landingsplek gevonden. De vrede keert weer. Maar de tweede keer komt hij terug met een olijftakje. En de derde keer komt hij niet meer terug, dan is hij definitief ergens gekomen waar hij land onder de voeten had. Dat beeld is hetzelfde als een christen die met de Heilige Geest door het leven gaat. Dus God is tot elk onmogelijk en prachtig ding in staat, in elke situatie. Ik heb een vriend in Engeland, in Londen, die bidt voor politici. Nou, het is al een heleboel gedoe daar, die Brexit en zo. Het zal ook wel een heleboel gedoe zijn voor mensen in Rotterdam die met de handel bezig zijn. Maar goed, op een gegeven moment kwam een van die parlementariërs, die kwam naar hem toe en zei van, joh, ik heb echt gebed nodig, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ze gaan nu weer voor een wet stemmen die gewoon echt los van God is. Het gaat over het einde van het leven en ik weet niet hoe ik dat moet tegenhouden. Dat kan ik gewoon niet meer. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen als ik de interruptiemicrofoon pak in het parlement. Nou, zegt Andrew, ga maar even op de wc zitten. Op de wc, ja, daar is het in ieder geval rustig. Hè? Dan kan je de stem verstaan. Maar ja, die man die was er nog niet zo ervaren mee, dus die belde Andrew erop en zei, ja, ik weet het nog steeds niet. God heeft niet tegen me gesproken. Ik zeg, nou, wij gaan even bidden hier en dan bellen we je zo wel op. En toen bad hij even later, want hij had God gehoord. Deze man heeft 6 jaar door de straten van Londen gezworven om de stem van God alleen al te horen verstaan. Tegenwoordig leren zijn jongeren die hij opleidt dat in 3 weken. Hè? In 3 weken. En het kan ook in 3 dagen, dan maar gewoon tijdens de callback. En Andrew zei, je moet naar de interruptiemicrofoon lopen en je moet door de interruptiemicrofoon zeggen, Babel. Ja, nou ja, dacht hij, sorry hoor, maar goede voetballer, weet je wel, moet ik Babel roepen? Maar ja, hij wist wel van, dit is het woord van God, van Andrew, hij kende Andrew, hij is magisch betrouwbaar, dus hij liep naar die interruptiemicrofoon en hij zei zachtjes, Babel. En op het moment dat hij Babel zei, raakte het hele parlement in verwarring. Babylonische spraakverwarring, van de toren van Babel. En mensen die eigenlijk het woord hadden moeten voeren, waren hun amendement of hun papieren kwijt. Anderen begonnen ruzie te maken met elkaar in de bank. Sommigen liepen zelfs weg. Een enkeling zat zelfs te slapen, heb ik me laten vertellen. En van dat hele wetsvoorstel kwam niks meer terecht en het werd voor lange termijn uitgesteld. Dat is de invloed die mensen die in het koninkrijk van God leven en door de Heilige Geest handelen kunnen hebben. Een kennis van mij had een groot bedrijf in automatten. En hij kon die automatten niet recyclen. Tenminste, had hij zich nooit zeg maar voor ingespannen. Toen kreeg hij een droom van God. En in die droom kreeg deze ondernemer, die over 800 jonge mensen ging, dat is best wel was nog maar begin 30, een directeur van formaat. En in die droom zag hij de Alpen. En toen zei God tegen hem, dat heb ik geschapen. Ja, heer, ik vind het echt prachtig, daar ga ik 2 keer per jaar skiën. En vervolgens zag hij weer een beeld en toen zei God tegen hem, dit is wat jij hebt gemaakt. En hij zag 3 bergen, rokende en stinkende, alsof het van teer was gemaakt. En toen zijn we bij hem geweest, samen met een andere voorganger. En die droom hoef je natuurlijk bijna niet uit te leggen. Dat was het afval van de automatten die hij voor heel Europa produceerde. En hij besloot op dat moment om in te grijpen en een recyclemethode te ontwikkelen. En dat heeft hij ook gedaan. En na een periode, zeg maar, heeft hij dus al die automatten, zeg maar, milieuvriendelijk gemaakt.
Maar hij heeft ook in zijn eigen bedrijf heeft hij allerlei principes van het koninkrijk doorgevoerd. En die staan daar in normale mensentaal, in bedrijfstaal, op een glazen pui als je binnenkomt. Je herkent niet dat het de Bijbel is, maar het is de Bijbel. En zo gaan mensen met elkaar om. Dat is de tijd waar we naartoe gaan bewegen. De kerk is daar naartoe aan het bewegen. En we zullen op die manier de heilige toerusten tot dienst betonen. Om in het gewone leven van elke dag, wat je ook doet, of je nou artiest bent of danser, nou, dat is ook artiest natuurlijk, of dat je loodgieter bent, of als monteur op de weg zit, of je nou ondernemer of zakenman bent, of onderwijzer. De Heilige Geest wil invloed in het leven van mensen en in deze samenleving. Dus als je onderwijzeres bent, je heet Brigitte en je bent onderwijzeres, en je denkt elke dag, ja, ik heb een paar kinderen, weet je, daar hebben ze allemaal etiketten op geplakt. ADHD, PDD-NOS en weet ik het wat allemaal niet meer. Vroeger had je die dingen gelukkig niet. Dan zou ik ook ADHD hebben gehad. Maar weet je, misschien moet je de Heilige Geest erbij halen, die op je schouders zit. En moet je de stoelen zegenen voordat ze binnenkomen. In het bijzonder van die drie jongetjes, die elke keer allerlei gedrag vertonen waarvan jij denkt, werkt niet zo goed. En dan moet je zien wat hij doet. Ik heb heel vaak dit soort voorbeelden gezien. Of dan ga je achter zo'n kind staan en die heb je lief. En dat zeg je ook tegen de Heer. En dan vraag je, Heer, kan u vertellen wat er met Rodney aan de hand is? Ik heb er geen grip op, maar het is niet goed. En hij slaapt ook niet goed. En thuis, zijn moeder doet net alsof alles fijn is, maar ik geloof het niet. Wilt u het openbaren aan mij? Zo werkt God. God is een God van openbaring. God is een God van liefde, maar hoe kan je die liefde aan de ander nou tonen als je die ander niet echt kan bereiken met datgene wat hij wil doen? En dat is ook voor gemeenteleden onderling. Misschien moeten we aan het einde van deze preek gewoon even leren profiteren met elkaar. Maar dat kunnen jullie natuurlijk allemaal al, of niet? Hebben jullie zeker al wel cursussen in gehad? Ah, je kan het in 30 seconden leren, hoor. 30 seconden. Ik heb echt een hele eenvoudige instructie. Nog korter dan van de Heer Jezus, bijna. Dan gaan we zo even proberen. Het lijkt me mooi. Nou, we hopen dat dit wel een goede ingeving is. Ja. En dan staat in dat Bijbelgedeelte. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Nou, oké, laat die vrede maar komen daar. Als ze dan niet naar je willen luisteren, mag je het stof van je voeten schudden. Nou, tot zover dit gedeelte van 12 en 72. Dus ze gaan met z'n tweeën uit, omdat het getuigenis van twee in de Joodse wetgeving waar was. En bovendien, je kent het, tekst uit Spreuken. Als er één valt, richt de ander hem weer op. Dus als je dit soort dingen gaat doen, een beetje spannende dingen van het koninkrijk, is het goed als je met z'n tweeën bent. Dat is wel lekker. Misschien heb je wel een goede vriend. En misschien zeg je met elkaar van, ja, we willen hierin gaan groeien. We gaan het gewoon eens proberen. Dus als we van de week staan te hangen in het portiek of we zitten op een bankje, dan gaan we het eens uitproberen. Het gekke is, ik bedoel, ik kom uit best wel een degelijke omgeving. Maar ik zie heel veel mensen uit mijn kerkverband dit soort dingen nu gewoon praktiseren. Die zijn dit nu aan het leren. Nou, ze vinden het wel spannend. Maar we zien dat God daar grote dingen door doet. Het grappige is zelfs dat de leider van de Pinksterbeweging een keer tegen mij zei, ja Hans, we moeten oppassen dat jij ons niet links voorbij schiet. Of rechts. Maar weet je, het gaat erom dat Gods hart uitgaat naar een stad als Rotterdam. Want jullie zijn een fantastische gemeente en het is echt iets om te vieren dat jullie bestaan en dat jullie elkaar lief hebben. Maar relatief is het getal van het aantal christenen op deze stad natuurlijk echt marginaal. Echt heel klein. Daar schrik ik soms van als ik die getallen hoor. Bij zo'n grote stad van, ik meen 600.000 inwoners. Ja. Maar goed, dus dat betekent dat er nog een wereld te winnen valt. En het evangelie is een evangelie van vermenigvuldiging. Het kan dus niet zijn dat de kerk krimpt. Ik vind dat verschrikkelijk dat ik elke week kerken moet sluiten. En dat ik van katholieke bisschoppen hoor dat ze elke week kloosters sluiten. En dan verkopen we de zooi en dan wordt het een restaurant. Of het wordt een fitnesscentrum of het wordt een woonhuis. En dan kunnen we dat ding nou niet doorstarten, want het evangelie is nog onveranderd en Jezus is toch nog net zo sterk als toen. Alleen God zoekt zijn medewerkers en jij bent zijn medewerker. Paulus roept elke keer uit, Gods medewerkers zijn wij. Maar waarom heb je er dan geen zin in? Wat is dat nou wat je weerhoudt? Is dat een gebrek aan vrijmoedigheid? Nou ja, als de Heilige Geest komt, krijg je vrijmoedigheid. Dan kun je je mond niet meer houden. Dus misschien moeten we elkaar daarvoor de handen opleggen. Dat die vrijmoedigheid losbarst. Je hebt die liefde voor Jezus echt wel. Of je nou uitbundig bidt en 600 keer halleluja roept per lied, of je doet dat niet. Je hebt die liefde voor de Heer Jezus al lang. Je bent een verlost kind. Maar het wordt nu tijd dat je in actie komt, want God is een God in actie. En het boek Handelingen heet daarom ook Acts. Acts van de Heilige Geest.
Handelingen van de Heilige Geest. En toen ik dat las 7 jaar geleden, vielen eigenlijk de schellen van mijn ogen. Want ik las elk hoofdstuk las ik een wonder. En toen ik de evangelie daarna doorlas, ik zeg, heer, dit zijn ongewone dingen die komen in mijn gewone bestaan niet voor. Dat zit er echt niet in. We preken elke week, we houden bijbelstudies, we schrijven boeken, we doen van alles. Maar dit heb ik echt nog nooit gezien. Dat zou ik ook wel willen. Nou, dat is gevaarlijk gebed gebleken. Weet je? Want nu gebeurt het om de havenklap. En ik vind het fantastisch om te zien. Want het was het bewijs van de levende God. Dat hij geen concept was die je liberaal, zeg maar, lekker weg kon stoppen als iets van, nou, ook een goede prediker geweest. Wat zoveel mensen hebben gedaan. En dat is ook schuld van de traditionele kerk, dat ze dat hebben toegestaan. Door Jezus niet te zien als de levende die overal is door de geest. Ik had een hele andere preek. Ik denk dat ik maar niet meer kijk. En waar ik mee begon, dat moet ik dan nog wel even zeggen, van kijk, die zalving van God, hè, sommige mensen komen naar allerlei bijzondere predikers en dan willen ze iets van die zalving. Ik heb het ook wel een beetje gehad, want ik heb Randy Clark toen hier gebracht in Nederland. Dat is echt heel erg spannend om te doen. De Toronto Blessing binnen de Protestantse kerk. En Randy Clark zou me zeggen, ik kijk natuurlijk enorm tegenop en ik weet dat er zoiets bestaat als de overdracht van zalving. Hè, dat is impartation, noemen jullie dat. En ik weet dat dat bestaat, want Elia legde de mantel op Elisa. En Mozes mocht een deel van zijn geest, hoe hij dat dan in vredesnaam ook heeft gedaan, op 70 oudsten leggen. En Paulus deelde zijn gaven en kracht mee aan Timotheus. Dus als het om geestelijke papa's en mama's gaat hier, als je ze kunt vinden, laat ze alsjeblieft, als je jong bent, vraag gelijk om, wil je alsjeblieft voor mij bidden en wil je mij de handen opleggen? En deel me mee van de gaven die je hebt ontvangen. Het bestaat dus. Maar soms vind ik het ook een beetje overspannen. En dan zie ik ook wel in de Pinksterbeweging. Dan rennen we van conferentie naar conferentie steeds voort. Van kik naar kik steeds voort. Alsof je even moet inloggen. Want God zal zich daar wel gaan openbaren op een hele speciale manier. En dat is ook zo. Want er is veel verwachting. Ik hou zelf ook van die grote conferenties. Maar ergens denk ik van, joh, het is allemaal beschikbaar en je hebt het ontvangen. En er is maar één zalving en dat is de zalving van Jezus Christus. En hij deelt hem uit zoals hij wil en in de mate waarin hij wil. Dus ik wil graag voor iedereen bidden en ik weet zeker dat sommigen van jullie dan iets van die zalving krijgen. Maar als die mensen dan zo hongerig staan te wachten in een rij, dat moet ik er dan gelijk maar bij zeggen, dan wil ik ook dit nog even noemen. Ik heb een doorbrekerszalving. Ik ben een sloopkogel. Wil je dat? Wil je weerstand ontmoeten en strijd ervaren? Wil je graag veel dolken in je rug krijgen? Kom dan maar bij mij, dan zal ik je die zalving meedelen. Bij wijze van. Hè? Dus oké. Het lastige punt is, dit wordt toch niet uitgezonden, of wel? Ja. Nou ja, dat bedoel ik maar. Dus preekte Jezus het evangelie van verlossing van zondaren? Ja, dat deed hij. En de ouderen onder ons weten dat voor hen ook dat het allerbelangrijkste vroeger was en nog steeds. En bij al die campagnes ging het daar ook over. Dat we wederom geboren moesten worden, dat we Jezus moesten aanvaarden als verlosser, als redder en ook als Heer. En toch denk ik dat we iets erbij moeten zeggen. Jezus predikt het evangelie van het koninkrijk. En dat wordt getoond in de machtige tekenen en wonderen die hij doet. En in reformatie, transformatie, verandering. Zelfs van een hele samenleving. Zoals de reformatie van Maarten Luther een enorme verandering bracht in heel West-Europa. Niet alleen, zeg maar, in de levens van mensen die Jezus leerden kennen. Niet alleen omdat we de Bijbel gingen lezen. Maar ook in het bestuur en ook in de economie. Ook Calvijn heeft daar zelfs over geschreven. Alleen ze hebben die reformatie nooit afgemaakt. Ze waren vergeten dat de Heilige Geest ook nog betrokken moest zijn. Niet alleen bij de wedergeboorte, maar ook om het uit te leven. En dat is wat we nu moeten prediken, ook naar onze jonge generaties toe. Every generation needs regeneration. Dus dat betekent dat we onze jonge generatie nu moeten bekrachtigen om het werk van God in de gewone wereld te doen. In de gezinnen, maar ook in de netwerken waarin ze zijn. Het kan niet anders dan dat jouw gebed, zeg maar, zich niet beperkt tot de binnenkamer en tot de kerk, maar dat het juist actief wordt op de werkvloer waar je zit. Heer, wat is er met mijn secretaresse aan de hand? Ze houdt iets voor me achter, want ze worstelt, dat zie ik. Maar wilt u het me zeggen, zodat ik haar kan zegenen en helpen?
Vader, er staat nou weer deze klant voor me. En elke keer als die binnenkomt, heb ik het idee dat er iets donkers in haar is. Kunt u mij zeggen wat ik moet doen? En wacht dan gewoon op instructie. En als het een paar keer niet lukt, wat geeft het? Ik denk dat God niet lang op zich zal laten wachten. Zeker als je het voor de eerste keer gaat proberen, dan is hij er als de kippen bij om jou te helpen. Ik hoop dat er een engel naast je bed komt staan en die zegt, God heeft besloten om jou aan te raken en te bekrachtigen, zodat hij jou kan gaan gebruiken om een opwekking te brengen in Rotterdam. Hoe zou je dat nou vinden? Je zegt misschien ja, je moet ook de prijs daarvoor betalen. Dat is ook waar. Maar zou dat niet fantastisch zijn? Dat jullie een ontmoeting hebben met God, waar je over zingt, waar je tegen bidt, waar je met elkaar van geniet. Maar dat je ook persoonlijk gaat zien van, hé, hij heeft mij op het oog. Niet alleen maar die fijne oudste, niet alleen maar die geweldige voorganger, maar gewoon mij. En ik ben gewoon maar, weet je, dat is wat hij wil. En ik zie het elke keer weer gebeuren. En zo ga ik er ook doorheen. Mijn theologie brengt me nergens. Het is fijn dat ik het heb, maar het brengt me nergens. Als ik mensen tot geloof wil brengen, moet ik gewoon vertellen wat Jezus heeft gedaan. Of moet ik gewoon zeggen, mag ik voor je bidden, want ik heb een indruk. Ik heb een indruk en ik denk dat die van God is. Nou, 9 van de 10 keer weet ik nog niet wat er moet komen. Mensen denken allemaal, oeh, hij heeft een beeld, hij heeft allerlei woorden. Maar ik weet het vaak gewoon nog niet. Maar ik neem het risico, want John Wimber kwam het ons 30 jaar geleden al leren. Geloof is gelijk aan risico. Faith is risk. En dat moet je wel nemen. Als je die uitstap niet durft te maken, dan blijven jou heel veel zegeningen bespaard, zou je kunnen zeggen. Dat is wel jammer. Want je kunt zien hoe je vriendin verandert als je het wel aanpakt en als je het wel probeert. Want je hebt Jezus die vol liefde is en vol met kracht en mededogen, heb je in je wonen. En je hebt geen flauw idee hoe krachtig dat is. Ik zag tot nu toe 6 mensen van kanker direct genezen. Betekent dat dat iedereen met kanker geneest? Nee, ik worstel daarmee. Mijn eigen jongste zoon, die woont thuis, die kreeg kanker dit jaar. Hè? Dus in januari. Het gaat nu hartstikke goed, maar het was wel spannend. Al die chemokuren, al die bestralingen. We zijn er allemaal wel eens bang voor, hè? Misschien ook als je jong bent. Maar God is er helemaal bij, dat weten we. En God beschermt hem. En we geloven ook dat hij volledig genezen is. Daar gaat het niet om. Maar ik weet ook dat het soms anders is. En dan zeg ik, het is een mysterie, ik weet het niet. Maar dat betekent niet dat ik die kanker niet te lijf ga in het gebed. En dat ik een beetje afwachtend en een beetje twijfelachtig en een beetje sceptisch ga zitten wachten, zullen we zeggen. Of er wel of niet wat zal gebeuren. Nee, daar strijd ik tegen. Ik strijd dan tegen alles wat uit de duisternis komt. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst meemaakte. Ik ging een kerk binnen in Noord-Holland. Prachtige kerk. Ook wel een fijne gemeente. Ze zingen ook wel een opwekkingsliedje af en toe. En dan word je eigenlijk naar de kansel geleid, hè, door een ouderling van dienst. Zo gaat dat dan. En ik liep voorbij de eerste bank en daar zat een vrouw en die begon me nog te krijsen. Weet je wel? Ik maak wel eens een grapje van louder and louder, but she did not raise a hallelujah. Jullie kennen dat lied waarschijnlijk, Raise a Hallelujah. He, dus ik wist gelijk, moest ik denken aan het Bijbelgedeelte, dat is het voordeel als je de Bijbel een beetje kent, waarin Jezus in de synagoge komt en iemand ook begint te manifesteren en begint te roepen, bent u gekomen om ons te vernietigen? En dan zegt Jezus eigenlijk, ja, daar ben ik voor gekomen. Dus de kosten moesten bovenop en nog 2 ouderlingen. Het was allemaal heel wild en dat moest allemaal naar de consistorie, dat is het hokje, waar jullie hebben dat ook, maar... He. En daar hangen dan bij ons al die portretten van al die mannen die hebben gestaan in die gemeente. En daar werd ze dan neergezet. En weet je, we hebben haar mogen bevrijden in de naam van Jezus. Alleen dan wel na de eredienst bij ons. Weet je, zo kan dat gaan. Hè? En die mensen zijn onder ons en die zijn dicht bij ons en die hebben jou zo nodig. Die hebben jou zo nodig. En hij die in jou is zo onoverwinnelijk veel machtiger en sterker dan die in de wereld is. En dat geldt ook voor gebieden. Soms zijn er machten actief, misschien wel in Rotterdam anders dan op de Veluwe. Bij ons hangt er een soort religieuze deken overheen. En bij jullie hangt er misschien een heel ander eng geval, zeg maar, boven Rotterdam. Maar jullie moeten gaan bieden en dan zul je overwinningen behalen. Deze gemeente die moet gewoon helemaal eruit klappen. We hebben 3 van die gebouwen nodig. Weet je, in dat tempo gaat het op het moment dat de bekrachtiging van de Heilige Geest komt. Dus ik ben niet meer tevreden met af en toe 1.
Ik wil de duizenden zien binnenkomen. En ik denk dat we dat gaan meemaken. En ik weet het, het gaat nog even duren. Want er zal nog heel veel verbrokkelen voor onze ogen, wat oud is. En wat nog niet helemaal weg is. De praktijk is echt weer barstig. Er zijn ook predikers die roepen gelijk, revival, en dat gaat dit jaar gebeuren, 2020 en zo. En ik hoop het echt van harte. Ik zegen hun boodschap, ik dank God ervoor, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar wat ik wel weet is dat die Ahoy helemaal vol gaat komen. En daar gaan duizenden nieuwe gelovigen komen en die hebben daarna een gemeente nodig waarin ze worden onderwezen en waarin ze pastoraal worden begeleid. En ik denk dat jullie gemeente een uitstekende optie is. Ten eerste omdat jullie het volle evangelie kennen. En ten tweede omdat er nog wat plaats is hier. En ook omdat jullie gewoon helemaal beschikbaar kunnen zijn voor evangelisatie. Dus het is niet een promopraatje voor Awakening Europe, want ik wil dat je dit elke dag doet, ook bij de bushalte. Maar het is wel zo, er gaat heel erg veel gebeuren. En dat is een voorteken, een voorschot op het grotere, wat ook nog plaats gaat vinden en wat onze jonge mensen gaan meemaken, die ik bekrachtig. Want ik zie mezelf ook als een voorbereider, een wegvoorbereider. Een wegvoorbereider om de kracht van de Heilige Geest in de kerk te brengen, dat Jezus echt in het middelpunt komt te staan en dat we weer durven evangeliseren zoals het bedoeld was. Alpha-cursus is fantastisch, daar ligt een hele dikke zalving op. Maar het is niet het enige. Ik heb het aan Nicky Gumbel zelf gevraagd, het is niet het enige. Hoe heeft Nicky Gumbel trouwens die zalving ontvangen? Waarom functioneert die Alpha-cursus zo goed? Die heeft hij ontvangen toen hij inderdaad in de Verenigde Staten was, bij de Toronto Blessing, waarin ze hem de handen oplegden. En toen kreeg hij iets mee wat niemand snapt, maar hij ging dat boekje schrijven en ging die cursus maken. En het vloog vervolgens echt uit de bocht en overal in de katholieke kerk, in de Pinksteren, overal zie je de Alpha-cursus en brengt veel mensen tot geloof. En het is ook het geheim van de Heilige Geest. Ja, als je weg moet, snap ik dat. We gaan naar een einde. We gaan naar de bediening. Eerst laat ik jullie profiteren. Dat is een heel korte oefening. Want Jezus, die stuurt zijn discipelen op stage, 12 en 72. Op oefening. Je moet die dingen oefenen. Dat gaan we nu doen. Kan je het van de week op iemand anders proberen. Vraag je aan God gewoon een naam. Volgens open je Facebook of zo. En dan kom je echt wel bij de juiste. Ja? Dat is niet zo moeilijk. Ja, Facebook, dat kan ik natuurlijk tegen jullie niet meer zeggen. Dat moet dan Instagram zijn of zo. Je hebt maar 30 seconden. En we gaan 30 seconden stil zijn. En ik ga eerst een heel kort gebed bidden of de Heilige Geest iets wil openbaren over onze, laten we zeggen, rechterbuurman. Als je die niet hebt, keer je dan om of pak hem in de volgende rij. En je wacht 30 seconden. En ik applaudisseer nu al voor degene die het gaan proberen zonder dat ze wat ontvangen. Ik ontvang in dat soort situaties bijna nooit wat. Vervolgens bemoedig je die ander. Heel eenvoudig. Doe je mond maar open of geef zonder verdere meningsvorming dat beeld of dat idee of die gedachte of die bijbeltekst of dat lied of weet ik veel wat, die indruk, geef die door. Hè? Ga daar niet iets over zeggen of zo. Je bent niet de naprediker. Gewoon doorgeven. En die ander mag dan zelf weten wat hij daarmee doet. Dat is één. Vervolgens zijn we nog een keer 30 seconden stil. Nee, laten we het anders doen. Vervolgens mag die ander dat tegen jou doen. En wat de boodschap ook is, het mag nooit een negatieve boodschap zijn. Nooit. Altijd een positieve boodschap. De Heilige Geest is altijd een gentleman. En er soms wordt er wel eens iets geopenbaard wat kan duiden op een zondig leven. Maar hij zegt echt niet tegen jouw buurman, hij heeft eergisteren overspel gepleegd. Over het algemeen heb ik dat, ik heb het zelf nog nooit ontmoet en ik hoor het ook van anderen. Dus daar gaat het niet over. Het gaat om een bemoediging om de ander aan te vuren. Ik bid even kort. Vader, dank u wel voor deze geweldige gelovige Heer. Ik moet denken aan Efeze 1 vers 19 waar staat dat de krachtige werking van uw macht overweldigend groot is voor ons die geloven. En ik bid u Heer dat u in hen zo krachtig gaat werken dat mensen tot geloof komen. Ik bid u, Heer, dat u een last op hun schouders legt voor het verlorene en voor datgene wat verdwaald is en u niet kent. Geef ze een diepe bewogenheid. Ik bid u, Heer, nu voor sommige mensen om tranen. Heer, tranen van bewogenheid. Tranen die opwellen zonder dat ze er wat aan kunnen doen. Heilige Geest, uw tranen over hen die verloren zijn in Jezus' naam. In Jezus' naam, Heer, dat wil ik graag vrijzetten. In Jezus' naam. En Vader, we gaan nu ook eerst iets anders doen. We gaan luisteren naar uw stem. Uw heerlijke stem. We gaan een beeld ontvangen. Dank u, Heer. Meer, Vader, in Jezus' naam.
Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik wil u vragen of u een boodschap wilt doorgeven voor die andere broeder of zuster om die te bemoedigen. Zodat we niet zonder iets naar huis gaan. En of u ons dat nu wilt openbaren op de manier die u graag wilt. In Jezus' naam. Zeggen en anders geef je gewoon een liefdevolle bemoediging met eigen woorden. Alles is goed. Doe dat maar. Op dit moment. Heb jij al een bemoediging gehad? Nee, hè? Eén minuut. Ik zei een beetje onverwachts. U kent Arie de Pauw allemaal wel. Het geweldige werk wat hij doet. Vaak de straat op, echt evangeliseren. Iemand die zo vrijmoedig is. Iedereen kent het woord evangeliseren wel. En je zegt het net ook. Klinkt allemaal super eng. En ik wilde er gewoon een keertje bij zijn. Ik dacht, dit moet ik gewoon een keertje meemaken. Is het nou echt wat we denken dat het is? En gisteren ben ik met Arie en twee andere straat op gegaan in Utrecht. Ik vond het echt doodseng. Dat kan ik u echt zeggen. Maar er zijn in 3 uur tijd... hebben 14 mensen hun hart aan Jezus gegeven. Amen, halleluja. Dank. Halleluja. Wow. En zelfs een jongen waar ik mee stond te praten, ik weet niet waardoor het kon, het was echt helemaal niks voorbij bij, maar God had echt zo geregeld dat hij gewoon met mij wilde bidden en ter plekke zijn hart aan Jezus gaf. Dus ik wil u bemoedigen, als wildvreemden dit al doen. Oké. Ik zou heel graag willen dat jij deze zegen en salving, want die heb je ontvangen. En anders bidden we voor meer zo. Maar dat jij die zo aan de gemeente door gaat geven. Want wij zijn allemaal hetzelfde maagsel. Ik ben niet groter dan jij. Jij hebt mensen tot geloof gebracht. Ik heb het 1 keer nou gedaan. En ik zou willen dat je dat doorgeeft aan de gemeente. Laat me dan anders eerst kort voor jou bidden. Vind je dat goed? Wat is jouw voornaam? Pim. Vader, dank u wel voor Pim. Dank u wel, Heer, voor wat hij gisteren heeft gedaan. Hij heeft moed getoond. Hij is uitgegaan, zoals de apostelen. En als je doet wat de apostelen deden, dan krijg je wat de apostelen kregen. Jezus, hij zag mensen tot geloof komen in u. En ik bid u, Heer, om het vuur van de Heilige Geest op hem op dit moment, Heer. Het vuur van de Heilige Geest. Om te getuigen, Heer, meer Vader, meer van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Heer, vervul zijn lichaam, zijn ziel, zijn geest met u. In Jezus' naam, Heer. Wordt hem helemaal te sterk in Jezus' naam, Vader. Zodat hij gepassioneerd over u zal vertellen, waar hij ook komt.
dat deze ervaring niet eenmalig zal zijn. En gebruik hem ook als een kanaal, Heer, om de gemeente te zegenen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bid in je eigen woorden. Lieve Heer, Heer, dank u wel voor deze gemeente, Heer. Dank u wel voor deze fantastische gemeente, wat een plaats van u is, Heer. Heer, en ik wil u uw zegen over deze mensen ook geven, Heer. Zegen die u voor ons allemaal lang heeft klaargelegd, Heer. Maar waar we alleen moeten instappen, Heer. We hebben allemaal van u meegekregen om anderen te vertellen over u, Heer. En mensen zijn er ook klaar voor, Heer. Mensen, hun harten zijn klaar om u te ontvangen, Heer. En dat weten we gewoon niet, Heer. We denken dat ze niets van het geloof willen weten, maar eigenlijk zijn ze super hongerig naar alles wat u te bieden heeft, Heer. Heer, wilt u ons zegenen in onszelf zijn en u daarbij uit te stralen naar onze omgeving, Heer. Dank u wel, Jezus. Amen. Amen. Dankjewel, Pim. Applaus voor u. Oké. Het gebeurt al. Het gebeurt al. Ik weet niet of er zo mensen al moeten gaan. Dus ik spreek een zegen uit voor hen die een zegen willen meekrijgen naar huis. En vervolgens ga ik nog even verder met bediening. Ik wil graag nog wat aandacht aan genezing schenken. Ik zegen jullie in de naam van God de Allerhoogste die jullie oneindig lief heeft. De genade van Jezus Christus zij voor altijd bij jullie en dragen jullie ook deze week. En de liefdevolle, maar ook krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allemaal in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, lieve mensen, als je weg moet gaan, of als je heel erg koffie moet hebben omdat je nog een beetje verslaafd bent, dat mag allemaal, maar ik ga nog even verder. Ik ga een gebed bidden voor mensen die geactiveerd willen worden in de gave van profetie. Wie van jullie ontving een woord wat wel aardig leek te kloppen? Steek je vinger eens op. Geweldig. Wie van jullie dacht, nou, ik weet niet waar hij het over heeft, maar het was wel fijn. Oké, ik zegen jullie omdat jullie het hebben ontvangen en dat het geprobeerd is. Wie van jullie vond het maar een rare oefening? Oh, niemand durft dan zijn vinger. Ook daar. Ik ga jullie zegenen en de gave van profetie vragen of God die in je leven wil brengen. Vader, dank u wel voor de gave van profetie. Dank u wel voor diepere inzichten die wij niet kunnen weten, maar op bovennatuurlijke wijze ontvangen. Heer, ik zegen deze lieve gelovige Heer met de gave van profetie. Wilt u deze nu activeren? Wilt u hen beelden? Wilt u hen woorden? Wilt u hen bijbelwoorden, inzichten, lichamelijke indrukken geven? Woorden van kennis, Heer. Er zijn, ja, mevrouw daar, die woorden van kennis zal voor jou deel zijn. Woorden van kennis in de naam van Jezus. Je krijgt bovennatuurlijke informatie. En als je daarop handelt, als je gehoorzaam bent aan het woord wat God je geeft, zul je het wonder zien. Zul je het wonder zien. Die woorden van kennis zijn bedoeld voor het wonder. Ik bid u, Heilige Geest, wilt u mensen woorden van wijsheid geven? Die meneer, dat groene shirtje, die, ja, sorry meneer, dat, zo mag je niet genoemd worden, je bent bij name gekend. Maar ik denk dat u, zeg maar, de gave van wijsheid heeft ontvangen. En dat u daar meer in zou kunnen opereren dan u nu doet. De gave van wijsheid, dank u wel, Vader. Vader, ik bid u, Heer, er zijn ook mensen die willen heel graag de zieken genezen op straat, maar misschien ook wel gewoon in je familie of waar dan ook. En ik bid u, Heilige Geest, wilt u de gave van genezing, wilt u die geven aan hen die er al zo lang om vragen en die erom bidden. Op dit moment, Heer, die zich hebben toegewijd, die gave echt willen ontvangen. En als je die gave krijgt, dan zal je rechterhand gloeien, alsof die heel warm wordt. Of hij zal tintelen, of hij zal zelfs trillen, maar ik denk zelf gloeien. In de naam van Jezus, kom Heilige Geest en deel de gave van genezing uit, zoals u dat wilt, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Steek je hand eens even op als die gloeit. Steek je hand eens even op als die gloeit. Hé, dank u Jezus. 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 Dank u meer, Heer. Dank u Jezus. Iedereen mag de zieke genezen, Heer. Geef meer. In Jezus' naam. Kom, Heilige Geest. Laat hun hand gloeien. In Jezus' naam. Zodat ze weten. Zodat ze weten. Dank u wel, Jezus. Zodat, dank u wel. Zodat ze weten dat u God bent. En dat u gaat over ziekte en duisternis en dood. Vader, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Heer, ik bid u voor hen die met bevrijding bezig zijn. Ik bid u voor hen die daar niet meer bang voor zijn. Die weten, Heer, dat ze autoriteit hebben ontvangen. En dat ze machtiger zijn dan die in de wereld is. Ik bid u, Heilige Geest, om een grotere autoriteit. Wilt u mededelen van het gezag wat u mij gegeven heeft. In de machtige naam van Jezus. In de machtige naam van Jezus. In de machtige naam van Jezus. Heer, en geef ze diep inzicht als ze met mensen aan het bidden zijn. Wat er aan de hand is, Vader. Dat hij hen niet misleidt, maar dat ze in één keer op hun doel afgaan. In Jezus' naam.
Vader, ik bid u voor de jonge mensen die geen richting kennen in hun leven. Ik bid u wanneer ze zoeken naar uw wil voor hun leven, dat u een openbaring geeft in een droom of visioen. Ik bid u voor jonge mensen die zoeken tussen studies en werk en vrienden wat ze moeten doen, Vader. Ik bid u dat u dromen gaat geven, dat u ze geeft als beminden in de slaap. Want u houdt van ze, u heeft ze op het oog en u heeft ze voorbereid om in de werken van de Heer te wandelen. En niet op een absurde manier, niet op een rare manier, niet op een protestantse of een pinkste manier, maar op uw manier, gewoon zoals ze zijn. Vader, zegen onze jonge mensen en geef hen richting in Jezus' naam. Ik bid u voor de evangelisten onder ons. Er zijn mensen die de gaven van evangelisatie hebben zonder het te weten. Zonder het te weten. En je bent niet eens altijd jong. Ik zie ook ouderen. Ik zie ook ouderen. Ik zie ouderen oplichten. Ik zie ouderen oplichten. Waar is die meneer gebleven? Die meneer daar. Ik zie met die stropdas. Ik zie dat u een veel meer een evangelist bent dan u eigenlijk zelf misschien denkt. In de naam van Jezus wordt vermenigvuldigd in die bediening. In Jezus' naam. Ik dank u, Vader, dat u evangelisten gaat roepen. Ik kijk ook naar jonge mensen en ik bid u, Heer, wanneer ze nu een brandend hart hebben voor evangelisatie, dat ze op gaan staan. Dat ze naar voren komen, Heer, in Jezus' naam. Zodat wij ze zullen gaan zegenen en zodat ze krachtig zullen voortgaan en het koninkrijk nabij brengen. Ik bid u voor mensen die evangelisatie op hun hart hebben, kom naar voren, zodat ze jullie kunnen zegenen. Juist in deze dienst. En wees niet aarzelend of bescheiden. Als je dat verlangen gewoon hebt, is het genoeg. Je hoeft geen grote bediening te kennen. Je hoeft niet mensen tot geloof te hebben gebracht. Je hoeft alleen maar het verlangen te kennen. Want God, die loopt naar de rand van zijn hoge hemel en zijn ogen rollen over de aarde. Om te zien of er iemand is van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Oh, dank u wel, Heer, voor deze fantastische mensen. Lieve mensen. Als je mee wilt bidden, kom gewoon naar voren. Als je gebed voor genezing nodig hebt, kom naar voren. Ik denk vooral aan mensen met hepatitis. Dat is, hoe heet dat? Een suikerziekte is dat, hè? Hepatitis, in de naam van Jezus mag je naar voren komen. Mensen met kanker, kom gerust naar voren. De Heer helemaal niet van onder de indruk. En ik denk ook aan mensen met een huidaandoening of een huidallergie, in Jezus' naam. Ik zit ook te denken aan mensen die last hebben, zeg maar, van iets van de alvleesklier. De alvleesklier en mensen met een nierziekte, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Kom gerust naar voren. We beginnen met de evangelisten. Is er nog een ministryteam wat mij kan assisteren? Oh, die staan hier al. Dank jullie wel. Oh, dank jullie wel. Wie komt er voor evangelisatie? Wie pakt weer? Oké. Jullie ook al? Kom dan naar voren. Oké. Vader, dank u wel voor deze geliefde broer. Dank u wel voor deze zoon van u, Heer. U heeft hem zien gaan en u heeft hem velen tot geloof zien brengen. Het stelt sterker zo, God zal je helemaal vrijmaken om evangelist te zijn. In de machtige naam van Jezus. En je zult duizenden tot geloof brengen. Duizenden tot geloof brengen. In de kracht van God zul je voortgaan. En er zal geen demon of geen wapen tegen je kunnen...